En wat mij dan altijd opvalt is, echt het centrum van de stad, dat is vrij rustig, hè. Het ziet er allemaal blauw uit. Waar dat lawaai rond het stadspark vandaan komt, dat weet ik ook niet zo goed hier, hè, want dat is geel gekleurd. En dan zie je natuurlijk die ring, die grote. Nu, ik denk dat vooral ergens in die gele gebieden daar rond, want echt op de ring, daar woont nu wel niemand. En je hebt wat afstand. Maar de ring heeft zoveel productie van lawaai, dat het toch wel nachtrust verstoort aan heel wat mensen rondom. Het is nooit geweten hoe dat het in appartementsgebouwen zit. Maar als ik huisbezoeken doe, in een van die appartementsgebouwen rond de ring, sta ik altijd versteld hoeveel meer lawaai er is op de 7e, de 8e, de 11e verdieping dan op de grond. De vervuiling is daar wel ietsje minder, fijn stof, maar het wordt gecompenseerd door dat lawaai. We weten dat snelheid van voertuigen en productie van decibels met elkaar verband houden. Dat wil zeggen, hoe trager een voertuig rijdt, hoe minder decibels. Maar als je dan opsplitst naar die relatie bij auto's, dat is het blauwe. Middelzwaar verkeer is het rood en het zware verkeer is het geel-groen. Dan zie je dat dat nogal opgaat voor auto's, maar veel minder voor vrachtverkeer. Als je dus wil het geluid verminderen door maatregelen van het verkeer te nemen van snelheidsvertraging, moet je eigenlijk ook die vrachtwagens eruit halen. Pas dan ga je effecten. En in een stad, een vrachtwagen die 30 per uur rijdt, die aan de zone 30 voldoet, maakt bijna veel lawaai dan als die op 3 minuten. Dus deze grafiek laat duidelijk zien van je kunt met die snelheid iets doen, maar je moet ook aan de mix iets doen van het verkeer. Trage rijden is ook door het Vito in een model gestuurd als je op onze autostrade is. Als enige maatregel 90 per uur rijden in plaats van 120. En dat is bijvoorbeeld hetgeen dat ze doen als er smog is. Maar als we dat nu constant zouden doen, dan zou er een 30% daling zijn van het elementair koolstof, een soort fijnste stof. En een 10% daling van PM2,5. En dat wil zeggen een heel duidelijk effect, gunstig effect op de luchtkwaliteit in de 100 meter zone, links en rechts van een autostrade of van een snelweg.